It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag heb ik weer voor jullie een maar dan ook echt een gloednieuwe question en alles natuurlijk. Maar als eerst op de algemene gameplay zien jullie twee team deathmatch potjes op de map. Hunt het natuurlijk uit Call of Duty Black Ops 3, de beta natuurlijk. En ik speel op de allereerste gameplay zoals jullie hier zien met de ARK 7 of de ARK 7 zonder attachments. En de tweede gameplay speel ik met de Razorback submachine gun met, als het goed is, quick draw, grip en long barrel. Dus geniet natuurlijk van die twee gameplays. Maar als jullie vraag of jouw vraag niet in deze Q&A zit natuurlijk, weet niet getreurd, laat hem dat natuurlijk achter in deze comments. En wie weet zit jij er volgende keer wel in. En laten we een deal sluiten bij 80 likes. Komt er zo snel natuurlijk weer een nieuwe Q&A online. Want ik weet dat we die 80 likes kunnen halen. Want op de vorige Q&A hebben we gewoon freaking, maar dan heb ik echt freaking 109 likes gehaald. Dus jongens, like de video vast als je het natuurlijk nog niet hebt gedaan. En dan gaan we maar, denk ik, beginnen met de allereerste vraag. Die komt van Demis Kamphorst of Kamphorst. Dat vraagt: Kine, heb jij een SCUF controller? En ja, die heb ik zeker. Ik heb twee SCUF controllers. Ik heb er eentje voor de PlayStation 4 en een voor de PlayStation 3. Voor mijn PlayStation 4 is roze met zwart. En mijn PlayStation 3 is zwart met oranje of zwart met groen. Met een roze thumbstick er wel natuurlijk. Of een control freak, hoe je het wil noemen. En ja, twee controllers die natuurlijk super sick zijn op mijn... het is best wel grappig eigenlijk, want op mijn roze controller zit een groen controlfriekje. En op mijn groene controller zit een roze controlfriekje. Daar komen we nu pas achter. Dus dat is misschien wel lachen. En ja, dan weet je dat ik twee SCUF controllers heb. De volgende vraag is van Yusuf Arslan. Hij vraagt: Kine, welke vind je beter? De SCAR-H of de AN94? Nou, mij kan je blijer maken met de SCAR-H. Omdat het natuurlijk gewoon een veel chiller wapen is. Ook als je een chille connectie hebt zoals ik. Heb je gewoon relaxed fire damage natuurlijk. Ook al met de silencer heb je twee schoten. Meestal wel een kill al. Dus dat vind ik wel aardig chill. De volgende vraag is van Shuya. Hij vraagt: Kune, face of sower? Nou, ik denk dat ik toch eerlijk moet gaan voor face. Want ik weet dat jij in sower hebt gezeten. Maar face ken ik meer. Want ik heb van sower nog nooit iets op YouTube gezien. Ik weet dat het 60.000 subs heeft. Dat heb je me een keer laten zien. Maar voor de rest weet ik natuurlijk niet. Van face ken ik natuurlijk best wel iedereen. Ik ken face Rain, face Jeff, face Blaziken, face Ruler. Ik ben trouwens face Ruler ook een keer in de pre-game lobby tegengekomen op Call of Duty Black Ops 3. Want hij heette geen face Ruler, maar Ruler face. En dat was ook wel best wel awesome natuurlijk. En ja, ik kijk ook best wel meer face clan natuurlijk. Omdat ik hun best wel goede clips vind te halen natuurlijk. Maar je hebt ook verschillende soorten van face. Je hebt face Red. En je hebt natuurlijk face die alleen maar met snipers spelen. En heb je ook nog een competitive gedeelte van face. Dus daarom zou ik gewoon gaan voor de face clan. En dat is mijn mening. Dus ja, ik zou gaan voor de face clan. De volgende vraag die is van Irene Koppes. En hij vraagt: Q&A, wat is je lievelingskot na Black Ops 2? Nou, zouden jullie het achter een gameplay zien Black Ops 3. Want holy shit jongens, die game is zo awesome. Nu jullie deze video kijken is de beta jammer genoeg alweer afgelopen. Maar ik heb genoeg gameplay staan voor commentaries. Er gaat ook een commentary aankomen natuurlijk over nuclear of een bom in Black Ops 3. Dus wees daar voor op je hoede dat die online gaat komen. En ja, ik moet dus gewoon kiezen voor deze kot omdat ik het gewoon super, maar dan ook echt een super, super chille kot vind. De volgende vraag is van Pranker Barry. En hij vraagt: Kune, Sam of Rubens? Nou, ik ga voor geen van beide kiezen. Ze zijn allebei toffe gozers. Je hebt kans dat als jullie deze video kijken, dat ze deze zaterdag langskomen bij mij. Dus er komt een vlog natuurlijk gewoon van. En ja, ik vind Sam natuurlijk een aardige gozer. Rubens is natuurlijk een aardige gozer. En allebei gekke gasten natuurlijk. Ook die gewoon leuke video's maken. Ik ben natuurlijk super blij dat ik met hun in de community zit. En ja, ik ben ook wel blij dat Rubens me daarvoor heeft gevraagd. Dus jongens, als jullie deze video kijken, jullie zijn gewoon allebei super, super, super awesome. De volgende vraag is van Crazy Dutch Gamer. Hij zegt: lekker. Hij vraagt: Kine, heb je ooit Habbo gespeeld? En jongen, je wil niet weten hoe ik Habbo dood heb gespeeld. Elke keer als ik gewoon geld had, ging credits natuurlijk halen. En ik heb als het goed is mijn account nog. Dus misschien dat ik ooit een keer iets kan laten zien van hoe ik mijn kamers had ingedeeld. Want ik had echt een beestelijke kamer. Wat ik ook gewoon deed, is gewoon ik ging die dingen gewoon verkopen, laten we zeggen, die in mijn kamer stonden. Dus ik kreeg er ook gewoon dikke money voor terug. En dat vond ik natuurlijk ook wel leuk.
En toen die tijd was dat natuurlijk de bom toen nog geen Call of Duty speelde. En nu speelt bijna niemand het meer, geloof ik. Een andere vraag, die vraagt, wat vind je van Duitse tryharders? Nou, dat zijn de irritantste mensen die er zijn natuurlijk. Want als je één keer een orbital tegen ze haalt, quitten ze. En ze hebben altijd van die kutconnectie. Hun zijn altijd wel eventjes de host. En dat vind ik dus niet zo heel erg chill, laat maar zeggen. De volgende vraag die komt van Igor Wenmakers. Hij vraagt, Cune, ga je ooit eens 2 gameplays per dag uploaden? PS, je bent fucking baas. Thanks Igor, jij bent ook fucking baas. Ik was van plan ooit een keer 2 gamevideo's te gaan uploaden. Maar het probleem is, ik zit met tijdnood, schoolnood. En ja, sommige mensen snappen dat niet. Want ik heb heel vaak de vraag gekregen. Maar ik ga het denk ik ooit wel proberen. En ik weet ook niet of dat goed uit gaat pakken. Dat gaan we dan wel zien. Maar ik moet me eerst even in het begin goed focussen op school. Want anders gaat daar natuurlijk niks van terechtkomen. Wat ik vorig jaar ook al had. Dus ik ga proberen niet zoveel te doen. Laat me zeggen aan YouTube. Door de week en in het weekend dus alles gaat doen. En anders gaat het gewoon simpelweg niet goed komen met school. De volgende vraag is van Michael Bayraktar. Hij vraagt, Cune, Black Ops 3, FIFA 16, PS met dag. Natuurlijk ga ik voor Black Ops 3, want ik ben geen FIFA gamer. Ik hou ook niet zo van voetbalspellen als ik eerlijk ben. En ik vind het meer, laat me zeggen, gewoon voor YouTube vind ik FIFA 16 niet echt leuk voor mijn kanaal. En Black Ops 3 natuurlijk wel. Want ik ben natuurlijk een kotkanaal, zoals jullie weten. En daarom zou ik dus kiezen voor de enige echte Call of Duty. Black Ops 3 natuurlijk. Maar wat natuurlijk ook gewoon kan zijn. Als jij FIFA fan bent, dan snap ik jouw keuze als je voor FIFA 16 gaat. Want ik heb de dingen gezien. De vrouwen die erin komen is best wel grappig. En misschien dat ik het... Ik denk, ik ben wel gewoon van plan om het te gaan halen, want ik heb FIFA 15 hier zo ook liggen. Alleen weet ik niet of ik het ook echt daadwerkelijk gewoon ga spelen voor jullie, maar gewoon voor mezelf, gewoon tegen vrienden te gaan spelen. En daarom weet ik gewoon niet zeker waarom ik geen FIFA 16 zou kiezen, laat me zeggen. De volgende vraag is van Jesse Kors. Hij vraagt Q&A, K.A. Jason, A.K. Tank It Peace natuurlijk. En als ik eerlijk ben, nee, natuurlijk niet. Ik ken Jason natuurlijk... Nou, hoe lang zou het zijn? 3 maanden of zo al. En hij is natuurlijk een van de betere Nederlandse PC-gamers, vind ik zelf natuurlijk. Want als je zijn kanaal nog niet kent, kijk hem dan gewoon eventjes. Zijn naam stond erin. Gewoon Tank It Beast is het. Hij speelt op de PC, upload ziek mooie kwaliteit. 1080p, 60 fps, dat is natuurlijk super sick. En ook gewoon hoe vaak hij dan natuurlijk nog een video upload natuurlijk, is ook gewoon awesome. En... ik vind Jason ook gewoon een van de betere Nederlandse commentators. Want hij doet ook gewoon live. En soms achteraf. Maar meestal live. Alleen hij gebruikt zijn facecam. En dat maakt hem ook best wel origineel. Dus ik kijk gewoon echt gewoon elke video van Jason. Dus ik weet niet of Jason deze video kijkt. Maar Jason, ik ben een gekke fan. Of dat ook weer niet hoor. Maar gewoon, ik vind het leuk om naar zijn video's te kijken. De wondervraag is gewoon te veel. Is van gewoon te veel gamen. Oké. Cune, beantwoord je mijn vraag in de video? Misschien? Ik weet het niet. Als dit jouw vraag is... ik weet niet of ik jouw vraag beantwoord, jongen. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel idee van. Misschien dat ik voor jou deze vraag beantwoord heb. En What the fuck? Wat ben ik aan het doen? Volgende vraag is van Is Dennis. Jij vraagt Cune, hoeveel kost je setup PS? Leuke video. Dankjewel, Dennis. Laten we natuurlijk even beginnen wat er allemaal in mijn kamer staat. 2 BenQ monitor van bij elkaar, €800, PC, die kom je op 2100 uit, microfoon van 100, dus 2200, webcam 2300. Ik denk dat je om en erbij met alles wat ik hier in mijn ding heb staan, uitkomt op iets van 7, ik denk tussen de 5 en de €6000, ook als je mijn controllers et cetera meetelt natuurlijk. En ik heb mijn bureau zo zijn nog niet meegerekend. En ik ben wel van plan om iets uit te gaan breiden natuurlijk. Want ik wil een mooie nieuwe gamestoel of gewoon een mooie chair. Ik zit te denken aan een AK Racing of een DX Racer. Ik ga nog even kijken natuurlijk wat ik mooier vind. Want de prijzen zijn hetzelfde. Alleen van AC of AK Racing is sneller leverbaar. Dus ik denk dat ik gewoon dat doe. En het is gewoon precies hetzelfde. Alleen het naampje op je kussen en bij je hoofd is anders. Maar...
Ja, ik vind gewoon dat soort chillen, of dat soort stoelen best wel mooi natuurlijk. Dus ik denk dat ik dan ook tegen die tijd gewoon voor zo'n stoel ga kijken. De laatste vraag is van Erik Peters en Rakune. Of een leuk video, Jess, en dankjewel Erik. Kun je stop met YouTube of Troy wegdoen? Nou, ik denk geen van beide. Want Troy is natuurlijk gewoon mijn hondje. En die ga ik nooit wegdoen. Echt, tenzij die doodgaat. Dan moet ik hem wel wegdoen. En of met YouTube. Of YouTube wil ik ook niet wegdoen. Dus ik kies gewoon voor geen van beide deze keer. En vandaar dat ik daarvoor kies. En dan hebben we ook een tweede vraag eigenlijk. Q&A. Naar welk land zou je nog een keer toe willen? Keep up the good work, bro. Mijn like heb je weer. Thanks, Erik, natuurlijk. En welk land ik natuurlijk nog heel erg graag een keer toe wil, is gewoon natuurlijk weer naar Indonesië. Want ik ben al best wel vaak naar Indonesië geweest, maar dat land, jongens, is echt super chill gewoon om daar naartoe te gaan. Mensen zijn super aardig. Iedereen en alles daar is super aardig natuurlijk. Vandaar dat ik er ook graag heen wil en gewoon lekker daar nog een keer mijn vakantie te gaan vieren. Misschien dat we daar ook nog ooit een keer heen gaan. Als we dat gaan doen, komt natuurlijk een vlog online. En ik wil natuurlijk nu nog één keer vragen. Als je nog een vraag natuurlijk hebt, laat hem dan in de comments achter. Spijt me dat ik niet alle vragen in de Q&A natuurlijk heb achtergelaten, maar dat kon natuurlijk niet vanwege de tijd. En verder rest sowieso. De Black Ops 3 beta is op dit moment afgelopen als jullie deze video kijken. Ik heb nog wel genoeg video's opgenomen. Althans, gameplays waar ook commentaries van online gaan komen. Dus daar moeten jullie gewoon mee doen totdat de echte game uit is. Ik ben wel bang dat als de echte game uit is, dat het echt super verslaand gaat zijn. Want je wil gewoon doorspelen totdat je alles hebt unlocked. Want ik heb op dit moment, als jullie deze video kijken, is de beta nog gaande natuurlijk. Heb ik de hater vrijgespeeld en dat is natuurlijk een nieuwe Orbital V-set. Maar dat ding is toch echt een beest van het ding. Maar naar mijn mening is hij wel iets korter dan normaal. Maar dat kan aan mij liggen. Maar hij is nog wel gewoon super chill om te gebruiken. En hij kan natuurlijk uit de lucht geschoten worden. Maar jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Zoals ik natuurlijk al aan het begin zei, 80 likes is er snel mogelijk weer een nieuwe Q&A online. En laat zijn vraag natuurlijk achter in de comments. Dus jongens, ik zeg me nu super erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik jullie ook bij de video van morgen. Dus jongens, super erg bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Later.